Deze straat heeft als bijnaam de racebaan van Amsterdam-West. Lekker recht, mooie flauwe bochtjes. Naast de talloze bijna-ongelukjes gaat het hier in de Witte de Witstraat zo'n 2 tot 3 keer per jaar echt fout. Ongeveer 1,5 jaar geleden kwam een auto van die kant aanrijden. En die ging zo hard dat hij hier over de kop geslagen is. Op de stoep beland en heeft daarbij een vrouw geraakt die is afgevoerd naar het AMC. Hoewel het aantal verkeersdoden al jaren daalt, stijgt het aantal ernstige verkeersgewonden. Om daar iets aan te doen wil de RAI de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen. We zien dat er steeds meer vervoersmiddelen komen en daar zitten speed pedelecs en fietsen en scooters en verzin het maar bij. En die hebben allemaal verschillende snelheden. De een die gaat 15 km per uur, de andere gaat 50 km. En die combinatie levert op dit moment steeds meer verkeersongevallen op. Volgens de RAI wordt het risico op een ongeluk een stuk minder als iedereen maximaal 30 km per uur gaat rijden. Of het nu een auto of een vrachtwagen of een speed pedelec is, daar zou je allemaal dezelfde snelheid moeten hebben. En dat is een stuk verkeersveiliger. Als het ook echt doorgaat, dan zullen wij hier heel blij zijn. Bij een snelheid van 50 km per uur is je remweg rond 20 meter en bij een snelheid van 30 km per uur is je remweg 7 meter. Nou, hier op het plein daar spelen vaak kinderen, die zijn hier aan het voetballen, soms rolt die bal de straat op. En ja, dan kan je je voorstellen dat dat kan ernstige gevolgen hebben als je hier 50 rijdt. Overzichtelijker vooral. Mensen kunnen normaal oversteken, zelfs bij zebrapaden. Ik vind het een hartstikke goed idee.